Institutionele beleggers zien in toenemende mate het belang van informatie betreffende duurzaamheid, specifiek waar het gaat om hun vastgoedbeleggingen, omdat daar een aantoonbare link is tussen financiële prestaties en duurzaamheidsprestaties. De sector reageert en rapporteert in toenemende mate en met data die beter en beter wordt over duurzaamheid in hun vastgoedbeleggingen. belangrijkste bevindingen van, uh, van de 2012 Grass Report uh, zijn dat duurzaamheidsverslaggeving, rapportering in de vastgoedsector, uh, een grote vlucht aan het nemen is. Uh, 450 bedrijven en fondsen die rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties in, uh, in, uh, in dit verslag. Dat is de één. En twee is dat de prestaties op het gebied van duurzaamheid ook uh, aan het verbeteren zijn. En dat is belangrijk voor beleggers, want beleggers zoals. APG of PGM, maar ook uh, Global Investors uh, zien uh, in toenemende mate het belang van de vastgoedsector waar het gaat over duurzaamheid, in termen van uh, carbon footprint, in termen van energieverbruik, en zien ook het belang van een beter begrijpen van duurzaamheidsprestaties van hun vastgoedbeleggingen, omdat het een effect kan hebben zowel op het risico, als het rendement van die beleggingen. Kun je cijfers noemen? Van in welk opzicht zijn er dingen vooruit gegaan? Ja, nou wat we dus enerzijds zien, is, is, een, is een toename in verslaggeving. Van 195 bedrijven het eerste jaar. naar 340 in 2011. naar 450 in 2012. Um, dat is één, hè, dus, dus toename van verslaggeving. Twee is dat we zien dat de kwaliteit van de data um, uh, aan het verbeteren is. Uh, twee jaar geleden. Had praktisch geen enkel vastgoedfonds ook maar enig idee over zijn energieverbruik, over zijn waterverbruik, over zijn carbon footprint. Op dit moment kan 60% van die 450 respondenten of vastgoedfondsen iets zeggen over energieverbruik, over waterverbruik, maar ook bijvoorbeeld over recycling, over recycling binnen het fonds. Dat is belangrijk, want zoals we zeggen in Nederland, meten is weten. Op het moment dat je meet, kan je ook targets gaan stellen en kan je gaan verminderen. Wat we ook zien als we kijken naar, en dat noemen wij like for like, dus een, een, een verandering in eenzelfde portefeuille op het gebied van bijvoorbeeld energieverbruik, is dat 170 fondsen die dat soort data rapporteren van de 450, gemiddeld met 6% hun energieverbruik verminderd hebben over het afgelopen jaar. Nou, wat betekent dat voor een belegger? Heel simpel: minder energieverbruik binnen een vastgoedfonds betekent lagere operationele kosten, betekent, betekent een hogere netto-winst. Dit is het derde jaarlijkse rapport. Wat zijn de verschillen met vorig jaar? We zien dat um, waar vorig jaar veel partijen alleen wat informatie hadden over, nou wat doen we nou als bedrijf in termen van visie of strategie op het gebied van duurzaamheid. Dat bedrijven nu veel meer bezig zijn met de integratie van duurzaamheidsfactoren echt in de bedrijfsvoering. Nederlandse voorbeelden zijn bijvoorbeeld een, een Corio of, of CBRE Global Investors die de in g portefeuille heeft overgenomen, waar echt een, een top-down uh, approach is op het gebied van integratie van duurzaamheid binnen de bedrijfsvoering. Ja, dus duurzaamheid is geen hype meer, maar het is een trend en binnen de vastgoedsector wordt die trend echt uh, meegenomen binnen. Het reilen en zeilen binnen het investeren, eh, dispositie, acquisitie van, uh, van vastgoed. Dit onderzoek wordt gedaan door GRASP. Ja. Wat is GRASP? GRASP is een, een, een afkorting voor de Global Real Estate Sustainability Benchmark. GRASP is drie jaar geleden geïnitieerd door Universiteit Maastricht. APG en PGM um, is nu een op, zich, op, op zichzelf staande organisatie. Uh, GRESP bestaat uit 35 beleggers, waaronder een groot aantal Nederlandse, maar ook een, een groot aantal uh, Global Investors. GRESP uh, heeft als partners alle uh, belangrijkste vastgoedassociaties. Uh, in, uh, in Europa zijn dat INREF en, uh, en, en EPRA. En zo zijn er soortgelijke organisaties in Amerika en, uh, en in Azië. Uh, en wat GRASP doet, is het verzamelen van duurzaamheidsdata in de vastgoedsector. En in feite is GRASP op dit moment de global standard waar het gaat om benchmarken van duurzaamheidsprestaties um, van uh, beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. En die informatie wordt gebruikt uh, in, uh, in gestileerde, in meer ab abstracte vorm, door de kapitaalmarkt. En waar de kapitaalmarkt bestaat uit pensioenfondsen en, uh, en andere institutionele beleggers.